Spits uw oren en open uw ogen voor Delirium! Het Kunstbendeconcours is alweer in volle gang. Het gaat dit jaar al om de 14e editie van de wedstrijd. Jongeren tussen 13 en 19 jaar tonen wat ze waard zijn in verschillende kunstvormen. Wij nemen een kijkje op de voorronde in Turnhout. Het doel van Kunstbende is eigenlijk de deelnemers, of zij die willen deelnemen, ze te motiveren aan kunst te doen en creatief bezig te zijn en een beetje hun eigen grenzen te doen verleggen. Mijn favoriete categorie is vooral muziek. Maar ik probeer sowieso alles mee te pikken, maar muziek staat toch altijd iets bovenaan mijn lijstje. Ik heb ook dit jaar weer heel toffe dingen gezien. Daarom dat ik ook altijd graag terugkom van die uitschieters af en toe. Er was een jonge gast, de B-Code noemde hij zichzelf, die helemaal alleen op podium stond. Gewoon met een sampler, een midi-klaviertje en al zijn dingen zelf samplede. Gitaargeluidjes, maar ook klikken met zijn tong en zo. En daar hypnotiserende muziek bijna mee maakte. En ook het publiek heeft zo zijn favorieten. We komen kijken naar onze beste vriendin Hajera. In welke categorie doet zij mee? Ze doet mee in performance. En heeft ze het goed gedaan vandaag? Ja, geweldig. Ze was echt fantastisch. Liefde bleef weg. Het leek wel een eeuwigheid. En toen liefde zich uiteindelijk liet zien, herkende ik hem amper. Liefde sloop stiekem weg. Iedereen kan de brandtrap zien, behalve ik. Zoals een lekker babbel waren zoveel plaatsen waar ik heen wou gaan. Maar mijn plannen kon liefde niet schelen. Ik ga niet van mezelf uit dat ik ga winnen, want dat wil ik niet. Ik doe alleen maar mee voor mijn plezier, maar het zou wel leuk zijn als we derde of tweede worden. Of eerste misschien, maar de beste, laat de beste winnen.